Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft afgelopen donderdag de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Franse Republiek, Nicolas de Boulin de Lacoste, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid heeft de minister de ambassadeur in grote lijnen geïnformeerd over het beleid van het ministerie voor wat betreft de gebieden arbeid, werkgelegenheid en de jeugd. Partijen hebben hierna met elkaar van gedachten gewisseld over een eventuele samenwerking en over mogelijke aandachtsgebieden. De 25-jarige J.A. die zijn 21-jarige vriendin Genty Myrtle gisteren heeft vermoord, is vandaag aangehouden te Montplaisir. Het koppel had gisteren een woordenwisseling. Daarbij ging J.A. over tot het mishandelen en vervolgens vermoorden van zijn vriendin middels messteken. De stiefvader van J.A. werd op de hoogte gesteld van de mishandeling en begaf zich gelijk naar huis. Hij riep zijn stiefzoon tot orde, echter mocht dat niet baten. J.A. probeerde zelf zijn stiefvader aan te vallen. Toen dat niet lukte, maakte hij zich uit de voeten. Bij de aanhouding is de verdachte in zijn been geraakt, omdat hij zich hevig verzette. En EBS doet een beroep op de totale samenleving om voorzichtig te zijn bij het afschieten van vuurwerk. Het bedrijf wijst erop dat indien de resten hiervan in het elektriciteitsnet van de EBS terechtkomen, het schade kan veroorzaken. Schade aan het net heeft vaak genoeg ook een storing tot gevolg en klanten worden hiervan de dupe. De EBS raadt burgers aan om vuurwerk af te schieten op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen, zoals op open velden.